Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo mensen, kom van op een snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag zijn we hier met aflevering 2 van Ronaldo's Roulette. 8000 likes was niet haalbaar, Koen. Oké. Feit is wel dat het de eerste aflevering was. En in de eerste aflevering haal je vaak gewoon meer likes dan in andere afleveringen. Maar dit betekent natuurlijk wel dat we aan het speciale rad mogen draaien. Zoals jullie zien is er nu een fiche. En dat fiche staat op nummer 14, zoals jullie kunnen zien. Dit was de meest, nummer wat het meest gecomment werd natuurlijk. Omdat het nummer 14 het nummer van Johan Cruijff was. En als we dus vandaag op nummer 14 komen, terwijl we aan het draaien zijn aan... het roulette wiel. Mensen zeggen dat het roulette wiel is, of het roulette rad. Het maakt eigenlijk geen hol uit, want volgens mij is niks goed. Ook sommige mensen zeggen dat het gewoon het roulette is. Dat het roulette is. Je draait aan het roulette. Aan de roulette. Aan het roulette. Kak! In ieder geval komen we vandaag dus, komt het balletje op nummer 14. Dan mogen we aan dat rad, waar we op dat moment aan het draaien waren, nog 5 keer extra draaien. Wat echt super ziek is. Als we nu meteen op 14 komen, mag ik nog 5 keer aan het speciale rad draaien. Dat zou echt insane zijn. Dat zou echt nergens op slaan, maar het zou echt insane zijn. Als deze video zou kunnen liken, zou het super awesome zijn. 2000 likes zou heel nice zijn. Niet zo heel grote kans om dat te halen. Maar mensen, jullie weten het. 2000 likes is een, is dan schuiven we aan de bronzen tafel. 4000 likes aan de zilveren tafel. 6000 aan de gouden. En 8000 likes aan de speciale special car tafel. Waar we dus nu ook aan zitten. 8000 zou super nice als we weer zouden halen. Zou ook wel redelijk logisch zijn als we het niet weer zouden halen. Want het was echt insane. In ieder geval, laten we maar meteen gaan draaien. Want dan kunnen we straks ook meteen een potje in. Nummer 14 zou perfect zijn. De spelers zien zo goed. Maar dat je dan 5 keer extra mag, is natuurlijk wel insane. Let's do this. Ik ben er klaar voor. En dan gaan we dan spinnen. Hij gaat spinnen. Kom op, alsjeblieft. Nummertje 14 zou echt heel erg lekker zijn. Daar zou ik helemaal niet rauwig om zijn. En het wordt niets minder dan nummer... nummer 9. Hij zat maar 2 naast nummer 14. En nummer 9 is een Spaanse linksback, zoals jullie kunnen zien, van Sevilla. Geen idee hoe die gast heet, even kijken. Het is Escudero, holy shit. Geweldige speler. Laten we Escudero maar toevoegen aan ons team en meteen een potje ingaan. Hopelijk kunnen we daarin 3 keer scoren met Ronaldo. Want dan mogen we aan de speciale, aan de speciale tafel aanschuiven. Dus op naar de wedstrijd. Dit is Escudero, hij heeft op zich best decent stats. Eigenlijk is er helemaal niks mis mee. Prima spelertje, onze linkerkant begint er nu al best goed uit te zien. Met Ronaldo ook natuurlijk. Alleen is de rechterkant nog wel echt heel erg kak. Zo ziet ons team er dus nu uit. Laat zeker een comment achter met welk fiche voor de volgende aflevering moet zijn. En dat nummer wat het meest gecomment wordt, wat het meeste likes krijgt, kies ik dan weer voor de komende aflevering. Nu is het dus 14. Volgende aflevering kan het 188 zijn. Nee, dat kan trouwens niet. Nee, want er zijn maar 36 nummers. Ik ga trouwens nu even de nieuwe nummer veranderen van Ronaldo. Want Ronaldo moet gewoon nummer 7 zijn. Hoppakee, lekker. Oké, op naar een potje. Let's go. Ja. Yes, een potje. Woehoe. Voor mij heeft hij echt een heel slecht team. Kom op. Lekker door. Even kijken wat zijn team. 86 chemistry en een full bronze team. En ik heb Ronaldo. Ja, dit is eigenlijk echt zielig. Ik heb trouwens ook de regel ingevoerd. Want er werd superveel gecomment. 4 goals mag ik dus aan de speciale en aan de bronzen tafel aanschuiven. 5 goals is aan de speciale en zilveren tafel. 6 goals is speciaal en goud. En 7 goals is speciaal. Heel mooi. Heel erg mooi. En als iemand rage quit, dan telt het zeg maar als een goal dat bij Ronaldo erbij komt. En wordt daar dus rekening mee gehouden. Kijk mensen, zo heeft jullie input ook allemaal zin op de serie. Heb je nou echt nog geen idee waar ik het over heb? En denk je van, Koen, wat de fuck is deze serie? Terwijl, de kans die je nog niet gezien hebt is niet heel groot, want hij is best vaak bekeken. Maar heb je hem toch nog niet gezien? Er staat een linkje in de beschrijving naar de eerste aflevering. Er staat een linkje bij naar de afspeellijst. En er staat nu pas 1 aflevering in. Ja, nu 2 met deze erbij. En dan kan je daar even kijken, want daar leg ik de serie volledig uit. En dat is heel erg handig natuurlijk, want dan weet je ook precies hoe het werkt. Jack Byrne. Of zo, ik weet niet wat zijn voornaam is. Voor mij Jack. Ik vind hem in ieder geval echt een Jack-type. Ronaldo, doe maar een enkel de pantoffel! Dat was echt heerlijk geweest, maar helaas. Word ik even uitgekapt. Dit moet je easy win zijn voor Andersen. Andersen mist de bal volledig. Maar we hebben Ari Basje achterin natuurlijk. Onze nieuwe aanwinst. Die hebben we de vorige aflevering gekregen. Ronaldo, laat maar zien jongen. Ronaldo. Het moet een goal zijn. En dat is ook een goal. 1-0. Let's go. 17e minuut. Hoppakee. In ieder geval mogen we aan de zilveren tafel aanschuiven. Dat is hartstikke lekker. Even nog 2 goaltjes maken. Dan mag ik lekker aan de special tafel. Hey. Ik vind het best raar. Ik zeg brons, maar wel special. Zeg dan ook gewoon speciaal. Maar speciaal klinkt weer alsof er een all-down heeft. Kakkie. Nee. Ik ga er geen goal tegen krijgen tegen een fucking full brons team, hè. Oh nee. Keeper.
Heel erg slecht. Oei. Oh, het is echt heel erg slecht. Oh, krijgt Ronaldo ook in zijn pannen? Kijk, het is natuurlijk jammer dat ik eigenlijk alleen maar met Ronaldo moet gaan. Want daardoor heb ik wel minder kans te winnen. Want als ik gewoon iedere keer met Vincent voor mij zou gaan, zou ik natuurlijk makkelijker winnen. Want Vincent voor mij is echt een ongelofelijke beast. Ronaldo, rennen, rennen. Lekker, lekker. Je bent sneller. Ja, dat klopt zeker. Maar hij wordt ingehaald. Ronaldo wordt ingehaald. Heel realistisch. Niet. Nee, gewoon niet. Weet je, het is echt een stuk minder makkelijk dan ik dacht. Ik was weer lekker aan het onderschatten. Omdat hij gewoon een kut team had. Maar ja, hij is helemaal niet zo heel slecht. Al was dit wel een hele slechte paas. Ik speel ook single matches. En de reden daarvoor is hoe beter mijn team ook wordt. Tegen des te betere tegenstanders je komt. Want kijk, het is heel kut als ik nu al tegen full gouden team zou komen. Als dit ook wel een beetje oneerlijk dat ik tegen zo'n team kom. Zijn jullie het daarmee eens? Of vinden jullie dat ik gewoon seasons moet gaan doen? Maar ik zit al eens in divisie, ja, ik weet niet, divisie 8 of zo. Dat is ook wel weer vrij kloten dan. Oh, voor mij. Oh, wat een hakje. Wat een hakje. Oh mijn god. Kijk, en daar komt dit bijna goal uit voort. Oh, voor mij, wat ben je een ongelofelijke bie. Wat ben jij een ongelofelijke bie. Nee, wat doet hij nou? Nee, ja, dit wordt gewoon 2-1, hè. Oh, dan kom ik nog heel goed weg ook. Dan stond ik gewoon 2-1 achter. Ga maar gewoon door. Hij denkt wel dat ik naar binnen ga. Ga ik ook. Ah, prank. Hop, en weer terug. En dan weer bal kwijt. En dan... Ah, ik ben het spul zo slecht. Het is echt niet te geloven. Tweede helft. Hopelijk een betere helft. Ik wil niet aan die fucking zilveren tafel. Ik wil een fucking speciale tafel. Nee. Ik word gewoon helemaal weggespeeld. Nee. Oh, het scheelt echt niks. Ik moet echt... Oké, nu Koen, even concentratie. Het is leuk geweest met je Vincent voor mij grappen. Ronaldo, je speelt ergens Vincent voor mij vandaag. Boom! Aping! Voor mij, Vincent! Oh, Lukaku! Lukaku? Wie is dat ben? Huh, wat gebeurt er allemaal? Ik was naar zijn naam aan het kijken en ineens kwam die bal terug. Terwijl ik dacht dat hij overging. Ging hij weer op de lat of zo? Ik heb het nog niet gezien. Oh, Kalon was het dan. Niet Lukaku, maar Kalon. Lijkt totaal niet op elkaar trouwens, maar ja, maakt niet uit. Kop, Ronaldo! Oh, hij kwam wel hoog, maar ja. Ronaldo, kom op! Nee! Trap weer langs de bal! Ja, dit is hem niet. Ja, ik scoor wel de 2-1, maar hier heb ik helemaal niks aan. Al denk ik, ben ik wel blij dat ik voorsta. Wie is dit? Ik heb geen flauw idee wie dit is. Wie is het? Alberto, die is van PSV volgens mij. Dat is die centrale verdediger van PSV, Albertootje. Nou kom, neem die aftrap. Ik wil nog even een goaltje maken met Ronaldo. Voor mensen trouwens die het niet wisten, hier kreeg ik namelijk ook veel vragen over in de vorige aflevering. Wat nou als je straks een full special card team hebt en je scoort 0 keer met Ronaldo, dus je moet aan de bronzen tafel aanschuiven. Wat ga je dan doen? Nou, een speler moet minimaal 1 potje spelen. Dus minimaal het eerste potje dat ik hem krijg, moet ik hem spelen. Dus stel je voor, ik heb Messi op rechtsbuiten en ik krijg een andere rechtsbuiten, moet Messi banken voor een wedstrijd. Niet blij mee. Mensen, we hebben met 2-1 gewonnen, maar 1 goal van Ronaldo. Dit betekent dat we gaan aanschrijven aan de zilveren roulette tafel. Nog steeds wel oké, maar eigenlijk veel te slecht. Nou ja, laten we daar maar aan gaan aanschuiven en hopelijk krijgen we een beetje een goed spelletje. In ieder geval mensen, daar zijn we weer op bij de zilveren tafel. Ik zat een beetje te kijken naar welke spelers ik kon krijgen. Op zich lijkt nummer 25 wel nice. Aangezien dat Zongo Tsavak is als een spits, ook al is voor mij natuurlijk wel een ongelofelijke beast. Maar laten we maar gewoon gaan draaien. Ik hoop dat we niet een linksback krijgen, dat zou gewoon kak zijn. En let's go, ik ben benieuwd, wat gaat het worden? We krijgen niemand minder dan nummertje... Ding. 24! Oeh, en 24 is... Ja, een CM van Barcelona. Ik heb geen idee wie dat is. Ik ga nu even kijken. Het is camera. Mom, get the camera. Ik heb geen idee of hij goed is. Dat zie ik straks. In ieder geval, ik ga camera. Je zal het een beetje zo uitspreken. Nee, het is Spaans. Camera. Oké, ik hou mijn bek al gewoon. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik zeg wel gewoon camera. Want ik zeg het waarschijnlijk toch fout. In ieder geval, ik ga hem toevoegen aan mijn team. En dan gaan we weer een potje. En hopelijk kan ik dan wel 3 keer scoren. Want ik wil gewoon even een keer aan een speciale rad draaien. Zou heerlijk zijn. Oké. Let's go, ik zie jullie zo bij het volgende potje. Oké, hij heet dus niet Camara, want ik kon hem al niet vinden. Hij heet Camara. Ik dacht wel, best rare naam voor zijn Spanjaard. Maar Camara maakt er iets minder raar. Geen idee of hij waard is, ik hoop niet zoveel. Nee, dat kan ook niet. Oké, hij is echt helemaal niks waard. Hij heeft best goede stats op zich voor een zilver. Ben ik helemaal niet ontevreden mee. 300 coins voor Camara. Er is helemaal niks mis mee. Gaan even kijken voor wie gaan we erin zetten. We kunnen kiezen of Burn of Amrabat weghalen. We halen Burn wel weg, want Amrabat is hoger. Oké, lekker. Het team begint waarschijnlijk al ergens op te lijken. Maar dit is ook weer een Spanjaard, die zorgt weer voor chemistry. En als we deze dan omwisselen. Ik heb wel 93 chemistry waar niks mis mee is. 93 chemistry, hartstikke prima. Op met de volgende wedstrijd. En let's go. Oké, we hebben een tegenstander gevonden. Ik heb geen idee hoe goed hij is, want ik heb niet gekeken naar zijn chemistry. Hij heeft wel echt een lelijk shirt, dus dat belooft veel goeds. Oh, hij heeft wel een redelijk team op zich. 87 chemistry, 69 team. Rating. Hij heeft wel wat gouden, maar ook niet zo heel veel. Hij heeft wel Maret de geüpgrade, die is wel nice. Oké, let's go. Ik ben er klaar voor. Ronaldo, laat het maar zien. Die gaat er gewoon langs. Ronaldo scoren. Lekker, 1-0 na 8 minuten. Heerlijk goaltje. Jezus, wat lekker. Hij sprint er echt heerlijk langs. Dat wil ik zien van je, Ronaldo. Goed gedaan. Let's go. Heerlijke langs sprint. Ik weet niet wie het was, maar hij is helemaal weg. En goed afgerond.
Lekker. 1-0. Hoppa. Oh, heerlijk balletje op Ronaldo. Doe maar chippy. Doe maar chippy. Nee, is te hoog. Ah, zonde. Dan had het 2-0 moeten. Nee, ik moet anders zeggen. Had het 2-0 kunnen. Misschien wel moeten zijn. Dat zijn natuurlijk de echte voetbaltermen. Fox, teken me. Voor mij. Oh, hij doet een soort omhaal. En Ronaldo dan. Oeh, Butland heeft een easy save. Dat is jammer. Nee. Dat is zo slecht gekiept door Dame nou. Oh, heel slecht. Oh, heerlijk weggedraaid. En schiet. Oh, goede redding van Butland. Jammer. Lekker, Ronaldo. Ronaldo, je bent eerder dan de keeper. Ronaldo, tikje erover. Hij gaat weer over, Kak! Oh, het scheelt helemaal niks, maar hij gaat wel weer over. Oh, Arribas, blijf erbij. Arribas. Nee, laat hem nou niet. Dit is heel vervelend. Ik kan dit bal niet afpakken. Dus geef hij maar aan mij. Bedankt. Wie rent er nou mee? Collins. Waarom is Collins zo snel? Hey, ref. Nou kan je voor fluiten en een penalty geven. Oh, kijk nou even. Ik moet hier echt van janken. Hallo, heerlijk, wat een goal. Yes, let's go. 2-1. Gouden tafel in ieder geval. Lekker, heerlijk. Zo, ik spuug mijn hele bureau onder, maar dan boeit ben gereed. Hoppa, gouden tafeltje. Nog eentje voor de speciale tafel. Ja, daar komt hij. Op naar de speciale tafel. Op naar de speciale tafel. Yes, let's go. Hoppakee, speciale tafel voor DNP. Ja. Lekker, hopelijk kan ik al 14 mag komen. 6 keer in totaal aan de speciale tafel draaien. Zou echt heerlijk zijn. Ik ben blij dat ik in ieder geval aan een speciale ding mag draaien. Oh, dan kom ik uit met mijn keepers. Ook niet het alles slim wat ik ooit kan doen, hè? Nee. Is nog 3:92 minuut. Oké, in ieder geval geen goal tegen krijgen. Dat zou namelijk heel kut zijn. Like dit, het is afgelopen. Nee. Oh, dat is heel kut. Oh, maar hij mist hem. Oh mijn god, hij mist hem, ja! Duimpie! Let's go! 3 goals met Ronaldo en gewonnen. Wat betekent dat we aan het speciale rad gaan draaien. Hopelijk kunnen we een goede speler krijgen. Zou echt insane zijn. Moet ook zeker lukken. En laten we maar gaan draaien. Let's go! Oké, daar zijn we dan. En laten we hopen dat we wat geluk gaan krijgen. We kregen natuurlijk in de eerste drive van deze aflevering kregen we de zilveren linksback. Ik ben nu alweer zijn naam vergeten, boeien zoveel als hij wel in mijn team. Laten we hopen dat we nu een gouden krijgen, zo nice zijn. Of die Williams. Voor mij is die Williams. Hij is dan ook een ongelofelijke beast. Maar laten we maar gaan spinnen. En go, daar gaan we dan. Hoppa, doe maar wat lekkers. Bing! Ja, hou nou maar. Hoe lang duurt dit ding? Hoe lang blijf je draaien? Jongen. 32. En 32 is een spits wel. Rip Vincent voor mij. Het is een spits, ik heb geen idee wie het is. Ik ga nu even kijken. Het is Perez. Ja. Niet Kenneth, maar een andere. Perez mogen we dus toevoegen in de volgende aflevering aan het begin. En dit was dan de tweede aflevering van Ronaldo's Roulette. Vond je het leuk? Vergeet de video dan zeker niet te liken. Jullie weten hoe het likesysteem werkt. En 8000 likes mogen we volgende aflevering weer beginnen. Met dat we aanschuiven aan de speciale roulette tafel. En dat is het dus zeker waard. Maar vergeet de video dus zeker niet te liken. En dan zeg ik, like voor je, ga me niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later.